Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Met een wisselend bewolkt beeld, soms heel even de zon, maar vaak ook dikkere wolken. En als die wolken echt dik zijn, de witte plukken op de satellietfoto, dan vallen er ook buien. En dat betekent dus dat het vanochtend zeker niet droog is, bij 16 of 17 graden. Een beetje. Klam weer, vochtige lucht buiten en vanmiddag wordt het er eigenlijk niet echt beter op. 17 tot 20 graden dan. De buien worden wat actiever, de kans op onweer neemt toe en soms zit er ook hagel bij. Nog steeds tussen de buien door af en toe wat zon en de wind uit het westen tot zuidwesten meest matig. Ook vanavond nog steeds een paar buien, ze worden langzaam wat minder actief, maar helemaal droog wordt het vanavond en ook vannacht niet. Temperaturen liggen morgen op een vergelijkbaar niveau 18 tot 20 graden het warmst in het oosten. In het binnenland hebben we de meeste buien langs de kust de meeste kans op wat klein beetje zonneschijn. Daar staat ook de meeste wind, kracht 4 uit het zuidwesten. In het binnenland stelt de wind weinig voor. Dan is woensdag, donderdag en vrijdag de buienkans nog steeds vrij groot, kans op onweer ook daarbij. Temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Weinig verandering wat weerbeeld betreft dus deze week. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.